Meer dan 100.000 Indische Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië in de kampen verbleven, is veel geschreven, maar dat daarbuiten nog eens 250.000 Indische Nederlanders ook moesten zien te overleven, daar is weinig van bekend. En over deze buitenkampers is dit weekend een documentaire in première gegaan. En bij ons aan tafel Ernst Jans en documentairemaakster Hetty Nijkens. En beide hebben zij familie die dit overkwam. Hartelijk welkom, beide. Hetty, zal ik met jou beginnen. Waarin onderscheiden die buitenkampers zich? Dat waren allemaal nog kinderen toen de tijd. In de documentaire die jij hebt gemaakt zijn ze inmiddels 60, 70. Je hebt 70, heel veel, 70, 80. Ja, nee. Ja, heel veel gesprekken met ze gevoerd. Ja. Wat te zien is. Maar toen waren ze dus kind. Wat onderscheidde hen van de mensen die in zo'n kamp zaten? Ja, nou, het was eigenlijk heel vreemd. Eigenlijk waren er dus inderdaad 350.000 Nederlanders. Maar de Japanner, toen de Japanner binnenviel in Nederlands-Indië, toen gingen ze een raciaal onderscheid maken. Van, oké, we hebben de mensen die dus voldoet Nederlanders zijn, die laten we in het kamp. Maar dat was ook een beetje vreemd, want er zaten ook heel veel mensen bij die helemaal niet voldoet Nederlander waren, maar die zagen er gewoon Nederlands uit. Ze hadden blond haar, blauwe ogen. Ze waren wel gemengdbloedig, maar je kon het niet meteen uiterlijk aan ze zien. Dus die zijn ook de kamp ingegaan. Natuurlijk zijn er ook krijgsgevangenen, want degenen die in de militaire dienst waren, of mensen die gevochten hadden, die gingen ook het kamp in. Mijn vader bijvoorbeeld 3,5 jaar het Jappenkamp in. Omdat hij dus tegen de Japanners vocht. Niet als militair, maar in de militie. De andere groep, 250.000, die werden dus onderscheiden van, oké, jullie zijn gemengdbloedig. Jullie kunnen aantonen, en dat ging dus via een Ausweis. Echt zoals het in Ausweis in. Die moesten ze ook bij zich dragen. Dat heet een bedaftran. En daarmee konden ze aantonen dat ze dus ook Aziatische voorouders hadden. Nou ja, je begrijpt natuurlijk dat iedereen ineens Aziatische voorouders wilde hebben. Ja. Dus er werden ook Aziatische voorouders verzonnen. Maar in eerste instantie konden ze het ook echt aantonen. Ze hadden een oma of ze hadden hun eigen moeder die dus Aziatisch was. En daardoor konden ze dus buiten de kampen blijven. Ja. Zou je kunnen zeggen dat de kinderen die, want het was oorlog, beter af waren in die buitenkampen eigenlijk? Ja, aanvankelijk dachten ze inderdaad buiten dat ze beter af waren. Maar de Japanner die was natuurlijk ontzettend bang voor verzet. Dus, en zij wisten dat juist de Indische Nederlanders, dat waren Nederlanders, dat die heel erg oranjegezind waren, voor koningin Wilhelmina zouden strijden, wat dan ook. En zij waren natuurlijk staatsgevaarlijk in de ogen van de Japanners. Ze hadden zoiets van, ja, die moeten we opruimen. Dus de jongens tussen de 14 en de 20, die waren voor hun de jongens die dus buiten de kampen bleven, maar zoiets van, ja, die kunnen wel in het verzet komen. Ze kunnen munitie, ik weet niet wat ze allemaal kunnen doen, maar ze kunnen in ieder geval verzetsdaden plegen. En wat deden ze toen? Dan gingen ze razzia's houden. Dus dan gingen ze met vrachtwagens door de wijken. En als ze dan Nederlands-Indische jongens tegenkwamen, dan werden ze gewoon ingerekend. En vaak zijn er heel veel gefolterd. En dan hebben martelingen plaatsgevonden bij de Kempetai. Want toen moesten ze dus een loyaliteitsverklaring aan Japan tekenen. Zo van, nou, zijn jullie voor of tegen ons? Nou, en er was geen tussenweg. En heel veel Nederlands-Indische jongeren, die hadden daar helemaal geen zin in. Die hadden, ja, maar wij voelen ons helemaal geen Aziat. Want Aziaten probeerden de Nederlands-Indische jongens voor zich te winnen. Hè, vanwege dat Aziatische bloed. Ze waren natuurlijk ook, Nederlands bloed en Europees bloed. Maar ze hadden zoiets van, nou, doe nou niet zo moeilijk, teken dit nou maar. En heel veel Nederlands-Indische jongens hebben dat niet willen tekenen. En daarom, ten gevolge daarvan zijn ze dus gemarteld en velen zijn er ook omgekomen. Verschrikkelijk. Ja. Dus buiten de kampen blijven was helemaal niet zo voordelig voor een heleboel mensen. Nee, en ook, het was ook natuurlijk heel moeilijk om aan eten te komen. Er was een enorme hongersnood in 1944 zelfs en er was helemaal niets. Nee. En ze hadden op een gegeven moment ook geen kleren meer aan hun lijf. Ja. Ja, we hebben een aantal stukjes uit jouw documentaire mogen gebruiken. Interview is met een man die ook... het is nog steeds verschrikkelijk moeilijk om erover te praten. En dat laat deze man heel goed zien. En toen werd ik gepakt door de Kempetai. Er zijn dingen gebeurd waar ik eigenlijk niet graag over praat. Ja, het is... Ik heb het nooit verteld en ik heb wel in één keer aan dokter Hoekendijk, die weet het, en die zoon van de marinedokter die hier geweest is, die weet het. En
Ja, dan moet je je uitkleden en dan moet je dus ook handelingen doen. En ja, dat is... vernederend. Echt vernederend. Als ik het nu... Ja. Ja. Ja, nog steeds heftig. Verschrikkelijk moeilijk om daarover te praten. Ja. Ja. Hoe bijzonder is het dat hij dat in jouw documentaire toch doet? Ik denk dat het heel bijzonder is. Want we kennen allemaal het verhaal van de troostmeisjes. Mm-hmm. En bijna niemand weet natuurlijk dat er ook troostjongens waren. Mm-hmm. En dat is natuurlijk heel, heel heftig. Want ja, dit heeft hij ook nog nooit verteld aan zijn kinderen. En dan begrijp je ook dat zwijgen. Mm-hmm. Hè? Want daar hebben we het ook steeds over. Ze hebben 70 jaar gezwegen. Maar als je dit ziet, dan denk je ja, ik begrijp het wel. Ja. En Ernst, jouw grootouders waren ook buitenkampers, hè? Ja. Jij hebt de documentaire ook gezien. Ja. Wat heb jij van je grootouders en je ouders meegekregen? Waren dat praters of herken je dit heel erg? Nou, het probleem is altijd geweest dat die mensen daar nooit over hebben gesproken. Dus, en waarom spraken ze niet over? Omdat het gewoon te pijnlijk was. Er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd, niet alleen buitenkamp, maar vooral ook in de kampen. En dus is een hele generatie van 350.000 mensen die verschrikkelijke dingen heeft meegemaakt. Ja. Uiteindelijk, dus na, toen de Japanse oorlog met Japan, de oorlog met Japan voorbij was, toen kwam de Bersiap-tijd. Dat was de tijd dat de Indonesiërs voor de onafhankelijkheid gingen vechten. Toen zijn er, en dat is het meest tragische, toen zijn er ontzettend, juist de mensen die buiten het kamp waren, werden ineens vogelvrij, want die zijn ontzettend veel mensen afgeslacht. Maar ook in het kamp gebeurden er verschrikkelijke dingen. En die mensen die wilden dat niet vertellen toen ze eruit kwamen. En, want ze wilden andere mensen daar niet mee lastigvallen. En ze wilden zelf ook niet dat nog weer een keer meemaken. Ze wilden het vergeten. Ze wilden het vergeten. Ze moesten het vergeten. Want de enige mogelijkheid was naar Nederland komen op een gegeven ogenblik voor ze. En ze berooid. Ze mochten alleen maar meenemen wat ze konden dragen. Vaak alleen maar kleren. Nog weer eens soms vodden aan hun lijf. En kregen ze dan in Egypte kregen ze dan voor het Rode Kruis kleren aangereikt. En ze moesten gewoon door. Ze kwamen in Nederland met niks. En dat waren vooral de moeders. Want de vaders waren allemaal in Burma, kampen gestopt. Ja, ja, ja. Die waren verdwenen. Die moeders die moesten de hele oorlog door voor hun kinderen zorgen. En die wilden dat niet. Die wilden dat niet meer. Die wilden het achter zich laten. Dus een hele generatie eigenlijk heeft er nooit over gepraat. Heeft alleen maar geprobeerd om hier in Nederland een nieuw bestaan op te bouwen. Om te overleven. En wat heeft de volgende generatie, jouw generatie daar van meegekregen? En, of aan overgehouden aan dat zwijgen? Want je hebt altijd wel iets gevoeld. Ja, kijk, mijn vader heeft de oorlog in Nederland meegemaakt. Hij was uit Indië al heel vroeg voor de oorlog in Nederland gekomen. Dus hij heeft in Nederlands verzet gezeten en in het concentratiekamp terechtgekomen. Mijn grootouders zijn in Indië geweest en die hebben daar buitenkamp. Zijn buitenkampers geweest. Daar is dus echt nooit over gepraat. Maar bij elke oorlog is het zo dat generaties lang sudderen dat door, die oorlog. Dat gaat. Je merkt het. Hè, op een gegeven moment kreeg mijn vader. Die had een concentratiekampsyndroom. Nu kennen we het begrip, maar wij wisten dat niet. We wisten alleen dat we heel voorzichtig moesten zijn. Wat zo belangrijk is van die documentaire. Is dat. Ik heb trouwens wel brieven gevonden van mijn grootouders aan mijn vader, van vlak na de oorlog. En dan wordt dus gezegd van ja, we hebben het ook moeilijk gehad. En papi, mijn opa, dus heeft 3,5 jaar niet buiten gekomen, heeft zich verstopt. Mijn tante, klein jonge dame, toen nog schreef van ja, ze wordt hier geschoten. Er zijn al heel veel mensen doodgeschoten. Er wordt wel een beetje zo lacherig. In de documentaire zie je het ook een beetje lacherig over gedaan. En mensen nemen het niet echt serieus, want ze willen dat liefst niet kwijt. Ja. En daarom is het zo belangrijk die documentaire gemaakt. Want ik denk dat voor elke oorlog geldt, je moet het trauma, het is een traumatische ervaring, ja. Je moet het trauma verwerken. En het is niet zozeer dat het de erkenning die belangrijk is. Maar het wel het verwerken van trauma en erkenning speelt daar natuurlijk een rol bij. Was het voor jou een eye-opener, die documentaire? Ik ben wel weer daar heel erg mee bezig gegaan. Ja. Ik heb toevallig las ik ook een boek van Esther Captain, geschreven in 1995... over vrouwen in de oorlog in Nederlands-Indië, die dat overleefd hebben. Nou, wat ze vertellen, het is echt
verschrikkelijk en hemelschrijnend. En dan is dit maar, deze film maar een topje van de ijsberg. Ja, is dat ook de reden waarom jij die documentaire per se wilde maken? Ja. Dat je dacht van, ik wil dat ook eens onderzoeken en dan ook misschien een deel begrijpen van mijn verleden. Want jij bent natuurlijk ook... Nee, het is waar. Kijk, het is natuurlijk ontzettend belangrijk om dit verhaal door te geven. En waar ik me heel erg aan ergerde was vaak dat het... Sowieso heb ik het nog nooit op school geleerd. Nee, ik dus als ik leeftijdsgenoten tegenkwam, dan had ik het over Nederlands-Indië. En dan vertelde ik gewoon dingen die over de Nederlanders daar, als een soort Nederlanders uit een ander universum. Ja. En dat dat ook zo was. En ja, we spraken daar ook allemaal Nederlands. Ja, ze gingen daar op een Nederlandse school enzovoort. En ook dat soort hele basale dingen, dat was niet bekend bij Nederland. Dus ik had zoiets van, nou, het moet eindelijk verteld worden. En als er Indische mensen ook in de media aan het woord zijn, dan hebben ze het altijd over Indonesiërs. Ja. En dat zijn ze dus net niet. Niet de Indo's, de Indo-Europeanen. Ik wil even naar Harry, want Harry heeft de documentaire gezien. Ja. Met jouw moeder van 83, die eigenlijk ook altijd gezwegen heeft. Jij was diep geraakt. Ik was inderdaad diep geraakt, maar ik was vooral geraakt vanwege het feit dat na de film ik haar de vraag stelde, zo van, er was een discussie mogelijk na de film. Heb ik haar de vraag gesteld, nou kun je woord doen en daar iets over zeggen. Over wat, jouw moeder, je hebt tegen je moeder gezegd, jij kan nu praten. Ja, het werd stil en ze keek me niet aan, ze keek vooruit en ze zei alleen maar, ik kan hier niet over praten. Nog steeds niet? Nee. Ook na het zien van de documentaire niet? Nee. Nee, en hoe heeft zij dat zien dan doorstaan? Want dat moet dan ontzettend confronterend geweest zijn. Precies, maar dat is ook. Ja, ik denk dat hier sprake is van ambivalentie. Ze heeft natuurlijk een achtergrond. En ze ziet mooie beelden, dat ziet ze natuurlijk ook. Hè. Want dat hebben we dan ook in de documentaire gezien. De beelden van het Indië, zoals zij dat heeft beleefd. Ja. Hè, dus. Maar goed. Erover spreken, nee, dat ik krijg het toch niet uit haar. Ja, het is wel de herkenning en in ieder geval misschien ook wel het fijn vinden dat er zoveel lotgenoten zijn, maar er toch zelf nog steeds niet over kunnen praten. Nee, lastig. Ja. Lastig, het blijft lastig. Ja. Wat veranderde toen Sukarno aan de macht kwam? Op 15 augustus viel dus inderdaad de atoombom. En dat was spijtig, want voor Japan, maar voor de mensen in de kampen, was het natuurlijk een redding, want het was eigenlijk waren het concentratiekampen. En de bedoeling was om te vernietigen. Ik zeg altijd zelf, het klinkt misschien heel raar, maar ik had hier op dit moment niet gezeten als die atoombom er niet was gevallen. Hmm. Want mijn vader zat 3,5 jaar in dat kamp en dat had echt geen jaar langer moeten duren. Dus dat is natuurlijk heel, heel vreemd. Maar daarnaast was het op 17 augustus, dus 15 augustus viel die atoombom. Of althans, de atoombom viel eerder, maar 15 augustus was Japan capituleerde toen. En op 17 augustus heeft inderdaad 1945 Sukarno de onafhankelijkheid gepredikt. En dat deed hij zelf. Hij heeft dus die proclamatie uitgeroepen. Maar de Indische mensen die daar waren enzovoort, die hadden geen idee. Die hadden zoiets van, jee, wat gaat er gebeuren? Krijgen we nou, moet ons Indië nu ineens Indonesië gaan heten? Dus, en toen kreeg je dus dat de Inlanders, of de Indonesiërs, die gingen zich eigenlijk keren tegen de Nederlanders. Tegen alles wat Nederlands was. Dus ook tegen de Indo's. Ja. En juist tegen de Indo's, want die zagen ze, eigenlijk als verraders. Ja. Dus dat was heel moeilijk. Denk je, jij hebt nu die documentaire gemaakt, deels wat jij vroeg. Hè, heb je het gedaan om ook zelf meer inzicht te krijgen? Maar denk je ook, heb je het ook gedaan omdat je denkt dat de tijd nu wel rijp is om erover te gaan praten? Ja, ik weet zeker dat de tijd rijp is. Want sowieso weer komen de mensen met verhalen. Ik was ook heel blij op de première. Want ik zat natuurlijk een beetje van, goh, hoe reageren de mensen er zelf op? Mm-hmm. Net zoals die man die we net gezien hadden. Ja. Nou, het is echt een soort bevrijding voor hun. Ze komen naar me toe, ze bedanken me dat ik deze film heb gemaakt, dat zij in beeld zijn en dat nu eindelijk hun kinderen en kleinkinderen begrijpen wat hun is overkomen. Ik ben zo blij, want hoeven zij het niet meer, maar daar is het. Ja. Je kunt naar de film. En dat geeft dus eigenlijk, het is een soort therapeutische werking bijna. Voor jou ook, Ernst? Dat weet ik eigenlijk nog niet. Nog te vers. Ja, nou, ik ben natuurlijk op mijn manier heel erg bezig geweest met het Indische verleden. En dat hangt er heel erg mee samen natuurlijk. Wat ik al zei van de oorlog die zijn sporen nalaat. En dit, wij doen als tweede generatie, doen wij ons best om dat te verwerken. En we brengen dat naar buiten in de hoop dat het mensen dat
steunt, ja. dat oppakken. En daarom dat zeg ik van, het is belangrijk dat wij het doen. Voor de verwerking van onszelf, van onze kinderen. Dat zij er misschien van gevrijwaard zijn van de trauma's die wij weer meegekregen hebben via onze ouders. Ik kan me voorstellen dat mensen de documentaire willen gaan zien nadat ze dit gehoord hebben. Dan moet u even op onze website kijken. Dan leggen wij u uit hoe u aan de plaatsen kunt komen. Heel hartelijk bedankt in ieder geval. Ja, straks nog een bijzondere verrassing voor jullie, hè, dat weet je. En,